Dag, dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse video van Weerplaza. Een paar weken geleden zagen we de verwachting voor augustus en die was toen wisselvallig en aan de koude kant. Nou, in die periode zitten we op dit moment en nu is natuurlijk de vraag: hoe lang gaat dit wisselvallige weer nog aanhouden in onze omgeving en gaat het überhaupt nog wel veranderen? Nou, daarop werpen we een blik in deze nieuwe video. Wisselvalligheid dus. We hebben met veel lage drukgebieden te maken en dat zien we ook op de kaart achter mij. En dit is een kaart voor half augustus, de periode vanaf 16 augustus ongeveer. En daarin zien we veel blauw. Dat duidt op lagere luchtdruk dan gebruikelijk. In een groot deel van Europa dus nog steeds ook dan waarschijnlijk lage drukgebieden. Daaromheen cirkelen verschillende gebieden met buien. Soms regenen onweersbuien, soms regent het ook wat langere tijd. Maar er is wel een kleine verandering in zicht. Want waar de, waar de laagdrukgebieden op dit moment vanuit het westen kwamen, zien we op deze kaart geleidelijk rode kleuren verschijnen aan de rand van de kaart boven de oceaan. En geleidelijk ook richting de Britse eilanden. Dat verplaatst zich dan heel langzaam richting Europa en dat duidt op een hoogdrukgebied. drukgebied. Dat zou de neerslagkansen in principe op termijn wat moeten gaan drukken. Of het dan meteen warm wordt is de vraag. We zien de meeste warmte in elk geval komende week nog steeds boven het Middellandse zeegebied, ten zuiden van de Alpen. Ook Oost-Europa zit nog wel met redelijk uh, aangename temperaturen. En ronduit heet is het nog steeds, helemaal onder in de kaart, in delen van Italië, de Balkan en Griekenland, met daar nog steeds temperaturen van soms wel tussen de 35 en 40 graden. Bij ons een bel met nog steeds temperaturen rond of iets onder het langjarig gemiddelde en daar komt voorlopig ook weinig verandering in. Gaan we dan naar de neerslagverwachting kijken voor volgende week, dan zien we nog steeds in ons deel van Europa signalen voor net te veel buien ten opzichte van het langjarig gemiddelde, maar de afwijking is toch wel wat afgenomen. Dat betekent dat die hele zware buien waarschijnlijk toch wel eruit gaan. Gaan we even een blik werpen op de pluim voor de komende twee weken, de temperatuurpluim. Dan zien we in ieder geval de komende week nog temperaturen zo rond de graad of 20 overdag. Soms ook frisse nachten. Maar dan ontstaat er toch een soort piek rond 12, 13 augustus, waarin er toch iets warmer weer mogelijk is. Temperaturen mogelijk van zo'n 25 graden in het zuidoosten wellicht nog wat hoger. Toch misschien één of twee zomerse dagen opkomst dus. De verwachting daarna is tamelijk onzeker. We zien wel wat spreiding naar boven, maar het gemiddelde gaat langzaam weer omlaag naar zo'n 20 à 22 graden. De kans op niet al te warm weer is dus best groot, ook op de langere termijn. Gaan we dan naar de luchtdrukkaart kijken voor eind augustus, de laatste week van augustus, dan zien we dat het hoge drukgebied vanaf de oceaan zich geleidelijk kan gaan verplaatsen richting de Noordzee en het westen van Scandinavië. Dat betekent dat de wind. Voornamelijk uit het noorden-noordoosten zou kunnen waaien rond die periode. Maar als dat hoge drukgebied zich wat oostelijker verplaatst, dan kan er bij ons ook een oostelijke wind opsteken. In dat geval levert dat hogere temperaturen op. Dan heb je ook kans op waarden van zo'n 25 graden, misschien iets meer. Maar in het geval dat dat hoge drukgebied bij de Britse eilanden blijft liggen, voert een noordelijke stroming toch niet al te warme lucht aan. En dat zien we toch ook op de temperatuurkaarten. Want die kleuren ook eind augustus nog steeds tamelijk blauw. Zo'n 1 à 2 graden onder de norm voor de tijd van het jaar. Nou ja, die norm ligt eind augustus natuurlijk al duidelijk lager dan waar we nu mee te maken hebben. Waar het op dit moment normaal zo'n 24 graden hoort te zijn, is dat in deze periode nog maar 21 graden. En als je dan temperaturen iets onder normaal hebt, dan zul je toch een aantal dagen hebben waarop het kwik niet eens de 20 graden haalt. We zien wel ten noorden van dat hoge drukgebied dat de temperatuurafwijking juist wat hoger ligt. Dat komt omdat er ook warme lucht omheen om, rondom dat hoge drukgebied heen krult. En dan is het maar net de vraag in hoeverre wij daar wel of niet mee te maken gaan krijgen. Wat wel opvalt is dat de echte hitte ook in Zuid-Europa geleidelijk wel gaat afnemen. Nou, de neerslagkaarten die worden wat neutraler, wat witter. Er zijn weinig afwijkingen, wel nog een lichte afwijking boven Centraal-Europa. Dat zal duiden op een paar stevige regen- en onweersbuien. Maar verder in de buurt van het hoge drukgebied, dus eind augustus, rode kleuren. Dat betekent minder neerslag dan gebruikelijk. En dus zal er ook wat meer ruimte voor de zon zijn. Hier hebben we nog even de normale, dus op een rijtje voor komende maand tot en met de eerste week van september. Nou ja, geleidelijk aan loopt het langjarige gemiddelde na komende week dus wel wat terug. En de indicatie is de komende drie tot vier weken toch wel over het algemeen aanhoudend vrij koel cool zomerweer. En redelijk wisselvallig met geregeld een paar buien. Maar zo nu en dan kan er ook heus wel een dag met zo'n 25 graden tussen zitten. Ik wens u alvast een mooi weekend.